De ingangsdatum van de wet belasting over de toegevoegde waarde BTW wordt van 1 juli 2022 verschoven naar 1 januari 2023. Een belangrijke overweging bij dit uitstel was om de samenleving zoveel als mogelijk te beschermen tegen prijsstijgingen. De BTW zal de omzetbelasting vervangen en zal leiden tot een moderne en effectievere manier van belastinginning, om zodoende de overheidsfinanciën te versterken. De regering gelooft dat door een latere invoering van de BTW de effecten van de oorlog in Oekraïne, zoals prijsverhogingen, minder stringend zullen zijn voor de samenleving. Daarnaast geven de extra 6 maanden meer ruimte om een goede implementatie te bewerkstelligen. Aangezien de implementatie van de BTW een belangrijk onderdeel is van het IMF-programma, is aan het IMF gevraagd de latere uitvoering in het macro-economische model te incorporeren. De tweede programma-evaluatie door de IMF-board van eind juni zal daarom worden opgeschoven. Het IMF-programma loopt tot eind 2024 en behelst een aantal maatregelen om de fiscale en monetaire positie van de staat te versterken.